Nee. Blijf maar rustig liggen. Je bent nog dus natuurlijk. Dat geeft niet. Oh, ook hier. Ja, sorry, ik zat even op de app verdiept van waar ik zwol wezen. Hè. Oh, had jij die ook op de telefoon? Ja, ja tuurlijk, zeker. Beetje burger, ja. Ja, ik ook. Hé, maar wat zit hij te zoeken hier? Nou, dat zou ik u vertellen. Ja, vertel. Ik loop hier gisteren met Fifi. Ja. Er komt een trein voorbij. Ja. Ik zie dat er iets uit het raam gegooid wordt. Ja. Het valt op de grond. Fifi erop af. Ja. Vreet iets. Ja. Even later allemaal schuim op de bek. En ze valt om. Pof. Helemaal in slaap. En ik hoor een scooter wegrijden. Ik zweer het u. En vanmorgen loop ik dus hier met Fifi. Ja. En wat vind ik? Een zakje. Oh! Jazeker. Het zat toch niet? Ja. Het zat toch niet? Jawel. Ik denk het wel. Ja, ja. Nou, maar dan denk ik van die scooter, hè. Van die scooter. Ja, met een wit scooter met een zware bakje achterop. En die heeft de scooter ook gehoord? Jazeker. Nou, die is hier vaker gesignaleerd. En dan zou het toch niet zo zijn dat ze dan uit het terrein pakjes mieteren. En dat het heel snel in dat bakje gaat. En dan, hoppa. Drugs? Je denkt aan drugs? Ja, ja. Echt waar? Ja, dat denk ik, ja. Ja. Hoezo? Hoe niet dan? Hoe niet dan? Dat hier gewoon een transport is. Van, we zitten hier op een kruispunt van hier, de spoorlijn. Ja, ja. En we ja. hebben daar de A50. Ja, en we hebben daar de A12. Okay. Dat is een netwerk. Dat is gewoon één groot transport. Dwars door het dorp heen. Het zat toch niet? Je wolf heen. Het is gewoon internationale criminaliteit. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nou, ik loop dus wel vaker hier door het dorp, hè. Ja. Want overdag is hier niks te beleven. De mensen zijn aan het werk en de kinderen naar school. Ja. Dus ik met die app, ik loop door het dorp om de boel een beetje in de gaten te houden. Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Ja. En dan let ik op, hè. Ja. Of er geen rare dingen zijn. Wat heb nou, je gezien, niet alleen hier hoor. Ik loop ook op de Duitse kamp weg. Ja. Richting de Bunderkamp, daar is ook zo'n doodpunt. Hè, waar weinig te beleven valt. Ja. En dan kom ik voorbij die kassen. Ja. En dag en nacht, ik zweer het u, dag en nacht brandt daar licht. Oh. Dan kan u u afvragen, wat gebeurt er? Oh. Waarom brandt daar dag en nacht licht? Oh. Ja, wietkwekerijen. Ja, dat denk je. Wietkwekerijen. Ja. Nou, ik heb zo ook nog wel een paar observatiepunten. Ja. Maar ik ga nog wel eens met Tarzan een rondje richting het Hazenleger. Hè. Nou, volgens mij barst het van de wildplassers. En dat is toch echt bij wet verboden. Hè. Ja. Dus dan ga ik daar nog eens even kijken. En nog zo'n observatiepuntje is... Die watertoren daar bij Pro Persona. Ja, ja, die watertoren bij Pro Persona. Dat gaat erin een druk. Volgens mij moeten we eens eventjes. Daar kunnen we niet samen gaan kijken. Dat we het samen gaan observeren. Dat lijkt me een goed plan. Lijkt me een strak plan. Zullen we daar nu meteen maar gaan doen dan? Ik neem Fifi mee. Ah. Fifi! Ah. Ze is nog steeds aan het slapen. Tarzan. Tarzan. Kom maar, meisje, kom maar. Tarzan naast. Ja, ja. Tarzan! Tarzan! Tarzan!